Ja, kent u Tessa? Nou, dit is ze. Tessa lijkt op een bloempot, maar het is een robot. Ze staat bij 3 jongeren met autisme op de kamer inmiddels. En wat Tessa kan en doet, daar gaan we het vandaag over hebben. Nou, de robots komen eraan. Het is onmiskenbaar. Het is niet de vraag of ze komen, het is de vraag wanneer ze komen. Overal op de wereld worden in laboratoria robots ontwikkeld. En ook robots voor mensen met autisme. Ik roep even in herinnering. Dat is dit project, NAO. Je ziet hem op de achtergrond. Dat was een project van het Leo Kannerhuis 2 jaar geleden. En die robot die moest kinderen stimuleren en prikkelen om te gaan communiceren. En dat deed NAO eigenlijk best wel goed. NAO, zo heet de robot die kinderen met autisme kan leren om uit hun isolement te komen. De 13-jarige autistische Kevin deed mee aan onderzoek van het Leo Kannerhuis, een centrum gespecialiseerd in het behandelen van autisme. En die robot, die NAO, die leerde hem gesprekjes te voeren. En dat gaf hem zelfvertrouwen. Jarenlang zat hij op zijn kamer, de deur dicht, de gordijnen gesloten. Hij was overgevoelig voor prikkels en alleen. Moeilijk vrienden maken, was moeilijk buiten spelen, was vaak alleen, binnen. Ja, lastig. Maar dan wordt de familie Kuipers benaderd om mee te doen aan een experiment. Het Leo Kannerhuis, gespecialiseerd in de behandeling van autisme, gaat onderzoek doen naar de bijdrage die een robot kan leveren aan het behandelen van autisme bij kinderen. Kevin doet mee aan het experiment wat 3 maanden duurt. Hij krijgt een band met robot NAO. Wekelijks voeren ze gesprekjes en doen spelletjes. De robot ondersteunt daarmee de therapie van een menselijke trainer. Ik heb deze keer gewonnen. Ja, nou, de telefoon die stond roodgloeiend na deze reportage. Ouders wilden allemaal graag zo'n robot voor hun kind. Maar ja, NAO was nog in de ontwikkelfase en was dus nog niet te koop. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en er zijn allerlei robots inmiddels in de maak. En ze hebben ook allemaal namen als Milo, Casper, Tessa. Waar ik zelf wel van onder de indruk was, dat was deze robot. En u ziet hem nu op de achtergrond. Dat is Milo. En Milo is een Europees project. Wordt ontwikkeld in Engeland. En Milo heeft ook expressie. Kan ook allerlei expressies in zijn gezicht laten zien. En Milo wordt zelfs ingezet bij de diagnose van kinderen met autisme. Smile and say hi. Meet Milo. You gave me a greeting. The nearly 2-foot tall, socially interactive robot is being used at the Achievement Center of Texas in Garland. He has an expressive face. He has a camera, responds to touch. So the robot can identify the kid's facial expressions, carry on a conversation, and even teach them how to relax when he senses some stress. They treat it like it's a person. They call it their friend. See you later. Ja, de grote vraag is natuurlijk hoe mensen en robots met elkaar gaan samenwerken. Nou, daarover gaan we praten met 2 gasten vanavond. Welkom, Linda van den Bedem en Diana Rodenburg. Ik moest even de goede dia achter mij zetten. Ja, om even met jou te beginnen. Je komt uit de robotsector eigenlijk, hè? Je hebt heel veel verstand van robots. Hoe is dat zo gekomen? Ik ben aan de Technische Universiteit in Eindhoven gepromoveerd. Ik wilde namelijk heel graag iets toevoegen. Iets betekenen voor de wereld. En daarom wilde ik heel graag een robot ontwikkelen voor chirurgen en voor de mensen eromheen. En daar heb ik echt naar gekeken. Ja. Dat Sophie. Heb je ook gedaan, hè? Want ja. We hebben hier deze robot, een operatierobot, heb je ontwikkeld. Hè? Wat was dat voor robot? Hoe ging dat? Het is eigenlijk een kleine compacte robot die bedoeld is om kijkoperaties uit te voeren, samen met door de chirurg daadwerkelijk. En die robot die geeft de chirurg bewegingsvrijheid en weer krachtterugkoppeling. Dus hij kan daadwerkelijk weer voelen wat hij aan het doen is. En die is inmiddels in gebruik ook? Nee. Oh, dat nog niet? Nee, dat waren nog iets te veel stappen. Ja. Ja. Inmiddels heb je de overstap gemaakt naar de zorg. Ja. Werk bij CISA. Ja. Waarom die stap? Ik heb een tussenstap gehad in de industrie. Vond ik ook echt een superleuke wereld. En ook daar heb ik echt gekeken naar wat hebben nou de gebruikers nodig. En het waren in het ene geval waar het gebruikers van verpakkingsmachines en in de andere waar het gebruikers consumenten, zeg maar, van producten. En hoe kan ik nou deze mensen helpen met mooie, eenvoudige oplossingen? Toch wilde ik graag nog weer iets meer betekenen. Dat begon weer te jeuken. En toen kreeg ik de kans om bij CISA te gaan werken. Ja, als projectmanager robotica. Ja. Hè? En ben je nu de hele dag bezig met robotontwikkelingen? Nee. Oh. Ik ben eigenlijk de hele dag, elke dag ziet er anders uit.
En waar ik vooral mee bezig ben, is met bedrijven verbinden met cliënten, gebruikers, met cliënten en met professionals en soms ook mantelzorgers. Wel bedrijven die met technologie bezig zijn. Ja, bedrijven die robots ontwikkelen. Hm. Ja. Echt zodat zij hun producten beter kunnen maken met behulp van de de cliënten en de professionals. Nou ja, Tessa is een van jouw producten, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, een van mijn projecten. Een van je projecten. Ja. Het is niet mijn product. Het is van Tinybot. Nee, dat gaan we het straks nog over hebben. Ik ga even naar de buurvrouw, Diana. Werkt ook bij CISA. Wat is jouw achtergrond? Ik heb heel lang bij Dr. Leo Kalrhuis gewerkt in de laatste jaren. Vooral in ontwikkeling en opleiden van professionals. En voor een groot gedeelte doe ik dat nu ook weer bij CISA. Ja. Ja. Nou. Maar dan heb ik een uitbreiding van de groep mensen met een licht verstandelijke beperking. Dus mijn scope is iets groter geworden. Ja. En CISA, even in het kort, wat is dat voor organisatie? CISA is een organisatie voor mensen met een beperking van 0 tot 100. En mensen met een beperking van autisme tot mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een lichamelijke beperking of een niet aangeboren hersenletsel. Tot mensen met een chronische ziekte. Ja. Wat ik eigenlijk ook wel even zeg, CISA denkt, en daar onderscheidt hij zich in andere organisaties vooral, denkt in mogelijkheden. Hoe kunnen wij samen met de persoon kijken naar wat voor hem helpt en dat hij zo zelfstandig mogelijk kan leven en participeren in de maatschappij. Dat... Ja. Ook nog even iets over Power Tools, want jij bent ook betrokken bij het project Power Tools. Ja, hè? Ja. Wat houdt dat in? We gaan het er straks nog uitgebreider over hebben, maar nu even. Nou, heel kort gezegd is het een project waar de coördinator voor ben bij CISA. Met verschillende hogescholen, universiteiten en verschillende zorginstellingen, organisaties. Ja. En de kern is dat wij eigenlijk gaan kijken hoe kan... technologie duurzaam geïmplementeerd worden. Technologie met betrekking tot zelfredzaamheid van cliënten met autisme en een licht verstandelijke beperking. Oké. We gaan naar... dit was nog de She Power Tools, die hoorden bij jouw verhaal. We gaan door naar deze, Tessa. Hè? Dat is onze bloempot, ons robot, zou ik maar zeggen. Tessa is ontwikkeld door het Rotterdamse, het was een start-up geloof ik, hè? Het bedrijf, een start-up Tinybots. Oorspronkelijk was het eigenlijk bedoeld voor de dementie, voor de wereld van de dementie. Maar nu wordt die doorontwikkeld ook als een robot voor mensen met autisme. Hey, hallo. Wat leuk dat u kijkt. Bij Tinybots maken wij Tessa. En Tessa is een klein pratend hulpje in huis dat u ondersteunt bij uw welzijn. Na jarenlang onderzoek hebben we gezien dat er een behoefte is aan sociale technologie. Met ons team hebben wij een product gemaakt dat mensen ondersteuning biedt in het dagelijks leven. Bij sociale technologie is het belangrijk dat er gekeken en ontworpen wordt vanuit de gebruiker en dat de technologie makkelijk te gebruiken is. En met behulp van Tessa zetten we de mensen weer centraal in dit zorgproces door mensen en hun families te activeren. Tessa kan 3 dingen voor je doen. Het inplannen van taken, het afspelen van muziek en het geven van suggesties. Je stelt Tessa in via je telefoon, je tablet of je laptop. En vervolgens stel je een herinnering in en Tessa zal hem afspelen op het moment dat het van belang is. Maar hoe werkt dat dan? Nou, dat is eigenlijk best simpel. Als eerste maak je verbinding met Tessa en maak je een account aan. Vervolgens stel je de herinnering of de muziek in. Nou, om een voorbeeldje te geven, stel dat thuiszorg komt over een kwartiertje langs om samen boodschappen te doen. Dan zou Tessa kunnen zeggen... Goedemorgen. De thuiszorg komt over een kwartiertje langs om samen boodschappen te doen. Heb je al een boodschappenlijstje gemaakt van de dingen die je nodig hebt? Of op een warme dag zou Tessa de suggestie kunnen geven van... Wat een mooie warme dag vandaag. Heeft u misschien zin in een kopje koffie of liever een glaasje fris? Op deze manier willen we mensen motiveren, stimuleren en activeren om zo het beste uit iemand zelf te halen. Ja, Tessa herinnert je eigenlijk aan een taak of een afspraak, hè? Maar er zijn ook apps die dat doen. Waarom is Tessa geen app?
TinyBots heeft er echt bewust voor gekozen om een fysieke aanwezigheid te ontwerpen. Want zij gaan ervan uit dat een goede vorm al een bepaalde reactie teweeg brengt, zeg maar. Dus waar zij bij Tessa naar gekeken hebben, is een vorm. En het is een sociale robot, dus ze hebben vooral nadruk gelegd op de sociale aspecten daarin. Ik weet niet waar... Met ogen, hè? En die knipperen ook een beetje, daar zitten lampjes in, hè? Ja. Normaal praat hij. We kunnen dat nu niet laten horen, omdat hier de verbinding niet zo goed werkt. Maar normaal praat hij dan tegen je, hè? Ja. En een bloempotje bovenin. Ja. Dat is een erfenis van het oorspronkelijke ontwerp. Dus hij is ontworpen voor dementerende mensen. Het is ook een hele vriendelijke uitstraling. Normaal gesproken, als ik aan een robot denk, denk ik meestal aan staal of metaal of iets glimmends of noem het maar. Maar Tessa, die is, zoals je ziet, is van hout en van vilt en heeft een bloemetje. Daar is echt bewust over nagedacht bij het ontwerp, omdat het een toegankelijke vorm moest zijn die ook op kon gaan in de omgeving. Dus niet heel erg aanwezig. Ja. En een robot of een bloemetje nodigt ook uit om te zorgen. Beetje water erop. Ik kan ze schijnbaar wel tegen, ik zou het toch niet proberen. Ja. Jullie moesten natuurlijk uiteindelijk jongeren vinden, hè, die met Tessa wilden gaan werken. Ja. Hoe hebben jullie die gevonden en geselecteerd? We hebben jongeren gevonden, ook die een speciaal probleem hadden, namelijk moeite hebben met hun dagprogramma. Dat hebben wij niet alleen gedaan in PowerTools, hangt ook een leerwerkplaats van Sisa Ham aan vast. Dus studenten doen daarin onderzoek en die hebben een hele actieve rol in het ontwikkelen en vinden van cliënten die mee willen doen voor hun onderzoek. En wij hebben die studenten hebben daar een hele grote rol in gespeeld. Bij de werving van de cliënten. Ja. En uiteraard hebben we cliënten ook een prestatie gegeven over Tessa. En als het hun aantrekkelijk leek om mee te doen. Stonden ze nou in de rij of was het zoiets van, wat moet ik met dat ding? Dat is heel wisselend. Er waren echt een of twee die vanaf het begin af aan vooraan stonden. Ja. Van, we willen heel graag meedoen. En anderen, daar moesten we wat meer moeite voor doen. Want we wilden natuurlijk wel een groot aantal, in ieder geval 3 cliënten, om Tessa te testen. Of dat het daadwerkelijk deed wat wij dachten of denken dat ze zou moeten doen. Ja, we hebben nu, deze test is echt een verkenning. Met 3 cliënten, maar we merken al dat de mensen die bij de gebruikers van Tessa, zeg maar, over de vloer komen, die worden er ook enthousiast van. Okay. Dus die staan eigenlijk ook al... Het is wel een wervende kracht eigenlijk. Ja, hè? Even naar wat zijn de succesfactoren? Wanneer wordt het een succes? Een succesfactor is als Tessa daadwerkelijk de mensen helpt meer controle te hebben over hun eigen leven. Dus eigen regie in hun handen, eigen regie hebben over hun eigen leven. Hm. En hetzelfde geldt als de kwaliteit van de zorg toe kan nemen daardoor. Hm. Een andere factor kan zijn dat daadwerkelijk ook bijvoorbeeld tijd die nodig is om iemand te begeleiden afneemt, maar... Zover zijn we nog niet om daar iets over te kunnen zeggen. We zijn even nieuwsgierig naar hoe dat nou eigenlijk bevalt, hè, bij cliënten op de kamer, zo'n robot. We gaan kijken naar een video van Bob. Bob heeft samen met zijn moeder deze robot geprogrammeerd. Ik ben Bob Burgo. Ik ben 23 jaar. Ik woon op de Arnhem van Straatweg. Goedemiddag. Het is 2:15. Vandaag komen ze jou interviewen over TinyBots. Zou je eens kunnen vertellen waar de TinyBot jou bij helpt? Met vanmorgen moet opstaan. Hij begint met dat ik mijn bed uit moet. En dat herhaalt hij 2 keer. Ja. Hij zegt dat ik me moet aan gaan kleden. Moet gaan eten. Ik moet even afwassen. Zou je ook nog eens kunnen vertellen hoe je dat... Hoe je de TinyBot hebt ingesteld? Dat heb ik samen met mijn moeder gedaan. Toen hebben we alles erin gezet. Echt stap voor stap gekeken van wat moet er gebeuren voordat je echt de deur uit kan. Ja.
En helpt de Tiny Bots jou verder nog bij andere dingen? Verder met die instap ging ik eerst dit gewoon proberen. Okay. Dat was echt het doel waarom ik hem wilde hebben. Ja. Dankjewel. Ja, Tessa is dus nu in gebruik en wordt onderzocht. Hè? Hoe bevalt het bij cliënten, hoe bevalt het bij begeleiders? Nog even naar de werking. Hè? Want je bedient Tessa eigenlijk via je smartphone of tablet? Hoe werkt het? Ja, via smartphone, tablet of je laptop. Ja, en ja. Wat doe je dan? Nou, in eerste instantie moet er natuurlijk een verbinding gemaakt worden. Want je moet wel de connectie hebben tussen het sociale robotje en je... Ja, je smart device, mm-hmm. zogezegd. Mm-hmm. En als die verbinding eenmaal staat via het wifi, dan kun je ook daadwerkelijk zelf afspraken in gaan stellen. Ja, maar wat je doet, is dat je kunt je eigen tekst intypen, hè? Ja. Zodat die robot ja. precies zegt wat jij hebt ingetypt. Exact dat. En dat is eigenlijk wel leuk, toch? Ja. Want dat hoeft niet in normaal Nederlands. Je mag je eigen jargon gebruiken, ja. zeg maar zeggen. Hè? Ja, wat bij jou past. En gaan ze daar creatief mee om, de cliënten? Ja. Ja, ik vind dat heel mooi om terug te horen. Ik hoor het niet uit de eerste hand. Ik hoor het dan weer via de leerwerkplekstudenten waar Diana het over had. Mm-hmm. Maar wat zij vertellen is een van de cliënten bijvoorbeeld die zegt... als je nog iets aan je weekend wil hebben, kom dan je bed uit. Ja, dat past bij hem. Ja, ja. En dat werkt. Dat een heel eigen ding is natuurlijk. Ja. Ja, ja. ja. Hoe, het is een co-creatie, het woord valt nu, co-creatie, wordt deze robot doorontwikkeld ja. of ontwikkeld. Wat houdt dat in? Nou, een co-creatie wil zeggen dat eigenlijk providers van technologie, hulpverleners en cliënten samen gaan uitzoeken van, nou, wat is nu een passende technologie, passend bij het probleem dat ik heb of wat ik wil oplossen, hoe word ik zelfstandig. En dat is echt in een hele nauwe samenwerking. He, met ieder zijn eigen deskundigheid daarin. En ook zijn eigen wensen. En zijn eigen wensen. Nou, de wensen van de cliënt staat natuurlijk voorop. Maar het is natuurlijk, je kunt maar ook de wensen van de gebruiker, van de professional toch? Van de professional in die zin dat een professional samen met de cliënt gaat onderzoeken van wat is daar nu voor nodig. Om die specifieke vraag opgelost te krijgen, kan dat technologie zijn? En wat moet dat dan zijn? Ja, ik vraag dat met name omdat die professional van nature in de zorg niet heel erg technologie-minded is. Hè? Die, niet dat ze er een hekel aan hebben, maar het is ook niet helemaal hun ding. Nee. En als je met zo'n robot gaat werken, en zo'n jongen heeft zo'n robot op de kamer staan en dat ding... doet het even niet, of de jongen wil even weten hoe een probleem wordt opgelost, dan moet je natuurlijk wel zo'n professional erbij kunnen halen en die in kunnen schakelen. Dus die moet er wel een beetje van weten, hè? Ja. Dus die moet dat ook willen. Ja. Ja, dat is wel leuk om te vertellen. We werken met een leerwerkplaats waar veel studenten onderzoek doen. En een van de studenten had, een groepje studenten had onderzoek gedaan aan, nou, wat moeten begeleiders weten als je een technologie... gaat gebruiken. Ja. Dat is unaniem, zeiden de cliënten. Ze moeten alles weten wanneer het niet doet. Dus dat was ook een van de opbrengsten van de onderzoek. Kijk, als het ding goed werkt, dan heb je niemand nodig. Nee, dan heb je niet nodig. Maar het is natuurlijk zo, zij moeten, en dat is met Tessa wel een keer gebeurd, de stroom was uitgevallen. Nou, dan loopt hij achter. Nou, dan kan je bedenken, dan kom je een uur te laat op je werk. Want hij gaat dan een uur later, zegt ze, van je moet naar je werk. Nou, dat zijn natuurlijk vervelende dingen. Ja. Dat zijn dan, en dat is denk ik ook de kracht van Power Tool. Als je dat ophaalt, dan ga je kijken van hoe kan dat verbeterd worden. Ja. En dat is dan weer een opdracht voor de provider. Ja, het is dus niet zo, we schuiven die robot de kamer in. Nee. En wij kunnen als professional gewoon lekker koffie gaan drinken, zou ik maar zeggen. Kenmerkend ook, ik wil het nog even noemen, voor die co-creatie, er zit altijd een vorm van onderzoek bij. Dan ga je proberen en dan kom je eruit van, nou, werkt het of werkt het niet? En wat werkt dan wel en wat werkt dan niet? Ja. Wat moet verbeterd worden? En dat is co-creatie. Ja. Nou, we hebben twee hulpverleners of zorgverleners, begeleiders heten ze officieel. Ja. Twee begeleiders hebben gevraagd naar hun ervaringen, want die zijn betrokken bij dit project. Wilde weten hoe Tessa eigenlijk in de praktijk bevalt en wat ze ervan vinden. Dit is Vera van Eibergen. Ze is derdejaars student aan Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Ze loopt stage bij CISA als begeleidster van jongeren met autisme. Deze jongeren wonen zelfstandig, maar met begeleiding.
Vera houdt van werken met mensen, zegt ze zelf. Daarom wil ze graag de zorg in. Toen ze gevraagd werd mee te werken aan een robotproject, had ze grote twijfels. Eigenlijk had ik in het begin best wel veel weerstand er tegen. Want ik dacht, dan ben ik als hulpverlener, ga ik aan het werk. Maar eigenlijk neemt die robot mijn werk over. En nu, naarmate het onderzoek steeds verder liep, toen werd ik eigenlijk steeds meer enthousiast. Omdat ik zag dat de robot niet mijn werk overnam, maar juist echt ondersteunend was daarin. Ja, mijn taak is dat ik de cliënten voorbereid op wat er gaat komen. En dat wordt nu door de Tinybot gedaan. Dus de cliënt krijgt 10 minuten van te horen van, er komt dadelijk begeleiding langs en die komt samen met jou afwassen. En doordat een cliënt dat al 10 minuten van tevoren hoort, kan die al geprikkeld worden om alvast zelf te gaan afwassen. Waardoor ik dan alleen maar kom en in gesprek ga met de cliënt. En ja, dan gewoon echt een leuk gesprek kan hebben en niet per se met de afwas bezig hoeft te zijn. Vera kijkt nu anders aan tegen technologie in de zorg. Ze heeft gezien dat het kan werken en mensen meer zelfstandigheid oplevert. Ik ben van weerstand eigenlijk overgegaan naar enthousiasme wat ik heb. En nieuwsgierigheid van wat kan technologie dan nog meer bieden in de hulpverlening. En dat vind ik wel heel mooi. Omdat ik gewoon zie aan cliënten dat ze het fijn vinden om zelfredzaam te kunnen zijn. En ja, daar haal ik dan ook wel voldoening uit als hulpverlener. Dit is Tobias Bol. Ook hij is stagiair en begeleidt jongeren met autisme. Hij is vierdejaars student toegepaste psychologie op Saxion Hogescholen. De eerste kennismaking met Tessa verliep menselijker dan hij had verwacht. De eerste keer dat ik eigenlijk deze robot zag was toen hij net aanging bij een cliënt. Die zat met twee anderen in zijn woning en dat ding had net eigenlijk stroom gekregen. Die sprong aan en die zei van, hi, ik ben Tessa, kun je mij helpen met verbinding krijgen tot internet? Nou, daar hadden we eigenlijk met z'n allen best wel schrik om, dat soort dingen op een heel menselijke manier in één keer met je gaat communiceren en om hulp vraagt ook aan je. Dat was wel grappig. Wat ik vrij snel heb gemerkt daarna eigenlijk is dat het ding best wel goed werkt voor waar het voor ontworpen is. Dus het herinnert mensen op bepaalde tijd aan dingen die ze moeten doen. En ik merkte zelf in contact met cliënten dat ze daar ook vaker dus aan gedacht hadden. Dus in plaats van dat ik langskom en dat ik ze eraan moet herinneren en dat ze zich helemaal niet bewust van zijn, weten ze van tevoren dat ik langskom, hebben ze bepaalde dingen al gedaan. En is eigenlijk die hele interactie heel anders dan daarvoor. Ik denk dat het nog steeds van belang is om ervoor te waken dat we niet dus taken die door mensen uitgevoerd zouden moeten worden compleet gaan automatiseren. Ik denk dat er ook echt nogal mensen zijn die behoefte hebben aan menselijk contact. Maar ik denk dat het ook voor mensen een hoop waard kan zijn om meer zelfstandigheid te ervaren. En dat het gewoon prettig is dat je niet voor alles bij mensen aan hoeft te kloppen. Maar dat je ook gewoon herinnering kan krijgen van iets, van een interactieve agenda. En dat je dus niet het gevoel hebt dat iemand constant bij je langs moet komen voor alle kleine dingen. Dat je iets meer je eigen gang kan gaan. Ja, Vera en Tobias zijn inmiddels enthousiast en zien ook de waarde in van Tessa. Maar toch nog even over de oorspronkelijke twijfel die ze hadden. Hè? Want ze hadden zoiets van, in de zorg werk je met mensen. Ik ben daar niet voor opgeleid om met robots te werken. Dat zal waarschijnlijk meer gedeeld worden, ook in de zorg, door meer professionals. In hoeverre kan dat een drempel zijn in het succesvol implementeren van technologie in de zorgsector? Ja, dat is een factor wat echt meegenomen wordt. Want je wordt hulpverlener omdat je graag met mensen werkt en dat je graag dicht bij mensen wil staan. En een robot is daar met name een voorbeeld van, bijna een voorwerp die tussen jou en je cliënt kan staan. Mm-hmm. Inmiddels is Tessa een robot, maar wordt er binnen CISA in ieder geval al heel veel met apps, beeldbellen en andere vormen van technologie gewerkt. Mm-hmm. En je ziet, hoe neem je weerstand af, zijn de succesverhalen. Een voorbeeld wat Vera en Tobias ook zeiden, je krijgt veel meer tijd, andere tijd, die je met je cliënt kunt doorbrengen en over andere zaken die ook voor hem of haar belangrijk zijn, kunt praten of samen kunt doen. Ja. En dat ervaren, dat wat het oplevert, dat succesvol is, dat is eigenlijk een succesfactor. Ja. En dat moet zich verspreiden binnen teams en binnen anderen. Je hebt echt ambassadeurs nodig wat dat betreft. Ja. Ja. Even naar Tessa weer. Hoe meet je nou of Tessa werkt, of ze hem gebruiken en hoe het bevalt?
Hoe we het nu hebben gemeten, het is nu dus echt een verkennende studie geweest. We hebben gemeten hoeveel afspraken iemand nakomt en hoeveel afspraken iemand nakomt met behulp van Tessa en met behulp van de medewerker. En daarvoor hebben we vooral ook een nulmeting gedaan. Dus hoe ziet nou de situatie eruit zonder dat je gebruik maakt van Tessa? Om echt die vergelijking te kunnen trekken, mm-hmm, zonder gebruik met gebruik. En daarnaast vragen we, hoe helpt Tessa jou nou? Wat is dat nou? Wat brengt dat nou? En dat is niet alleen vragen aan de cliënten zelf, maar ook aan de professional. Ja. En dit is wat ik zei, een verkenning. Mm-hmm. Ik ben er enthousiast over, er zijn wat meer mensen enthousiast, mm-hmm, over. Dus ik wil heel graag deze studie doorzetten met een wat grotere groep. Ja. Dan gaan we ook de vragenlijst herontwerpen of de test herontwerpen. Zodat we er nog wat meer uit kunnen halen. Ja. En wordt er al gezegd van, ik zou willen dat Tessa ook dit kan en dat kan. Nieuwe functies dus. Ja. Wat dan bijvoorbeeld? Een van de dingen is dat ze heel graag dat ze het leuk zouden vinden om muziek af te spelen. Om maar iets te noemen. Maar dat je tegen de robot zegt, speel Guns N' Roses. Ja. 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 Een soort Spotify op de achtergrond. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nog meer functies? Een functie die we zelf heel interessant vinden is hoe ga je ermee om als iemand in eerste instantie wel netjes de taak... hebben we overleg gehad met TinyBots. Hoe ga je ermee om als in eerste instantie een taak wel goed wordt uitgevoerd en vervolgens dat iemand er toch een beetje lakser in wordt? Hoe ga je er dan mee om? Is daar nog, kunnen we daar niet iets voor ontwikkelen om iemand te helpen, te motiveren om het toch te blijven doen? Waardering te koppelen aan een taak of zo? Nou, ja, dat is een methode. Of gezamenlijk uitzoeken wat nou een doel is, wat voor iemand echt belangrijk is. Nou, nog een hele weg te gaan eigenlijk. Ja, we hebben veel zo'n ideeën. Zo'n robot is ook nooit klaar, hè, denk ik. Het is altijd in ontwikkeling. Omdat er nieuwe technologie op de markt komt, hè, waarschijnlijk. Ik wil even naar dat project Power Tools, hè, waar we het al eerder over hadden gehad. Dat is een project, hè, wat je vertelde al, een samenwerkingsproject. Veel onderwijsinstellingen, zorginstellingen werken samen aan het ontwikkelen van nieuwe producten. Wat is er allemaal in de pijplijn? Wat gaat er allemaal komen in Power Tools? Nou, wat ik al zei, zo van de doelstelling van Power Tools is met name het duurzaam implementeren van zelfredzaamheidstechnologie voor de doelgroepen mensen met autisme en mensen met een licht verstandelijke beperking. Daar richt het onderzoek zich ook op. En we hebben een aantal verschillende interventies, zoals dat heet. En Tessa is daar één van. We hebben ook een interventie dat heette My Daylight. En My Daylight doet eigenlijk hetzelfde wat Tessa ook doet, dagplanning, maar dan met lichten. En dat is dus eigenlijk ook wel het mooie, dat je gaat onderzoeken van, ja, je hebt 1000 vragen, heel veel verschillende mensen, een heleboel verschillende cliënten. En wat past nu bij iemand? Maar wat is ook zo succesvol? Dat wil zeggen, is ook niet, hè, want dat was ook de reden voor het ontwerp van of Power Tools, dat er ontzettend veel technologie wordt ontworpen. Maar de meeste technologie is geen lang leven beschoren. Dat is binnen de kortste keren, ja, verdwijnt dat weer van het toneel. Nou, wat is daar de reden van? En wanneer is iets wel duurzaam? Dat is eigenlijk het onderzoek. We gaan kijken naar een video. Het is al gezegd, co-creatie Power Tools. Maurice Manier is projectleider ook bij Power Tools. En hij gaat vertellen wat er op dit moment ontwikkeld is. Power Tools is een onderzoeksproject waarin technologie ontwikkeld wordt met en voor mensen met autisme en of een licht verstandelijke beperking. Maurice Manier is als onderzoeker betrokken bij dit project en werken een groot aantal organisaties in samen. Dit project gaat naar mijn idee nog verder dan het centraal stellen van de gebruiker van de technologie. Dat is een beetje holle term misschien wel geworden. In dit onderzoek willen wij de gebruiker niet alleen centraal stellen, maar mede ontwikkelaar van het project en van de technologie maken. Dus hij is vanaf begin tot eind in de samenwerking een gelijkwaardige medewerker van het project.
Er zijn een groot aantal interventies al tot prototype ontwikkeld. En van die, ik schat een stuk of 10 interventies die er al zijn, willen we nu in ieder geval 3 minimaal de komende periode echt gaan uittesten en kijken wat de effectiviteit van deze producten is. De eerste is de My Daylight. Dat is een lampensysteem dat in een woning ingebouwd kan worden. Waarbij de cliënt op een hele subtiele manier een hint kan krijgen wanneer bepaalde taken uitgevoerd zouden moeten worden. Die lampen zijn gekoppeld aan een digitale agenda, waarbij bijvoorbeeld de keuken een bepaalde kleur kan oplichten wanneer de afwas gedaan moet worden of wanneer de tanden gepoetst moeten worden, kan daar een lamp aangaan. Dus het is een hele visuele manier van een hint geven. Een tweede product wat we hebben ontwikkeld is de Tasking. Dat is een app die je op je telefoon hebt waarbij taken zichtbaar worden. En de cliënt heeft daarin de keuze of hij wel of niet deze taken gaat uitvoeren door ze oftewel naar links of naar rechts weg te swipen. Het wegswipen van bepaalde taken kan dan wel bij de professional die betrokken is bij deze cliënt. Een attentie geven van deze persoon wil deze taak nu niet uitvoeren en kan daarover dan ook weer in gesprek gaan met de cliënt. Een derde interventie die we nog willen gaan testen is een stresshorloge. Dat door middel van huidgeleiding en hartslag het stressniveau van cliënten in kaart kan brengen. Dit wordt ook inzichtelijk op de telefoon van de cliënt, zodat hij daar zelf ook inzicht in krijgt. En hij kan daarbij gebruik maken van een kussen waarin een hartslag verwerkt zit, een menselijke hartslag. En dat tegen zich aan kan houden om weer rustig te worden. Dus dat zijn eigenlijk 3 interventies waar we echt mee verder willen. En een aantal andere willen we misschien na het project nog verder doorontwikkelen. Ja, er komt dus nog veel meer technologie aan. De zorg bestaat nu vooral uit mensen, ik noem het maar even, met een soort alpha-achtergrond, de zachte sector. Wat vraagt dat straks van de professional? Gaat het profiel veranderen? Moet je ook interesse hebben in technologie? Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, nou dan kijk ik, ja, in hoeverre gaat het vak veranderen? Ik bedoel, een vak, je bent ook geen kruidenier meer van 80 jaar geleden. Dat verandert ook. En zo verandert het vak van zorgverlener, verandert ook. En tegenwoordig leven we met technologie en in de hulpverlening zal dat ook zichtbaar moeten worden. Ik denk niet dat de zorgverlener, de zorgprofessional, een techneut moet worden of hoeft te worden. Het gaat nog altijd samen met mensen uitzoeken en daar heb je vaardigheden nodig voor invoeling. Kunnen analyseren. Ook echt kijken naar mensen, in gesprek gaan met mensen, dat zijn echt vaardigheden die bij maar mensen toch ook wel een beetje handig zijn met computers en apps en nou ja, tablets. Als je kijkt naar wat op het ogenblik eigenlijk wel een hele richting is, dat we vinden dat zorgverleners 21st century skills moeten hebben. Hè? En dat is dat je kunt niet meer zonder dat je de computer niet kan bedienen. Ja. Maar het is ook zo dat je nieuwsgierig moet zijn en op zoek moet gaan naar informatie om het beste, om een breed palet te hebben, je gereedschapskist goed uit te kunnen doen. Dus nieuwsgierigheid is ook wel een hele belangrijke vaardigheid die je moet hebben. Nou, jij komt uit de beta-hoek, zou ik maar zeggen. Hè? Toen jij die overstap maakte van Philips, de harde beta-kant, zeg maar, naar deze sector, wat viel jou op? Is er een groot cultuurverschil? Ja. Maar het is wel, ik vind het een heel, het is heel mooi. Want wat ik om me heen zie, is dat de mensen in de zorg, die hebben uiteraard prioriteit bij de zorg. En als ik een product wil testen, een robot wil testen, dan zijn er altijd mensen die het mooi vinden om daaraan mee te werken. Zowel cliënten als professionals. Het kan zijn dat het soms iets langer duurt bijvoorbeeld, omdat er roosters zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Maar ja, als je dat weet, dan houd je daar ook rekening mee natuurlijk. Ja. Maar toch iets meer beta-vrouwen naar de zorg ook? Dat is altijd een goed plan, toch? Dat is altijd een goed plan. Beetje zo verbinden. Ja. Ik zet hem voor je kop te binden. Ja. We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Bedankt voor jullie informatie, voor dit interessante project ook. Veel succes daarmee ook. Ja. Ik hoop over een jaar te horen dat het in veel bredere kringen is uitgezet. Tessa,
Of ze het gaat doen, dat gaan we zien. Ja. Bedankt voor het kijken naar dit programma en ik zie u graag terug bij een volgende uitzending.